First Lady Melissa Santokki-Sinashri geeft verder inhoud aan haar streven de noden van de samenleving te helpen lenigen. De presidentsvrouw is op donderdag 11 februari 2021 behoeftige burgers via het instituut van de First Lady tegemoetgekomen met waardebonnen ter waarde van 500 SRD. Het ging om personen binnen Paramaribo Centrum die vooraf in beeld waren gebracht. Kijkt u mee naar de volgende reportage. Nou, vandaag zullen we wederom namens de First Lady op pad gaan met wat waardebonnen. En we zullen een heleboel huishoudens voorzien van een waardebon van Combimarkt ter waarde van 500 SRD. Vandaag zullen we 100 plus huishoudens voorzien, dat is kort dag. En volgende week zullen we dan weer verder gaan met de waardebonnen. We hebben een team, een ploeg die vooraf op het veld is gegaan en de namen heeft geregistreerd van de mensen die dat hard nodig hebben. Maar wat we ook meemaken is wanneer we op het veld zijn, dan zie je ook overige oudjes op straat en dan voorzien we hun geleefd van een waardebon van Combimarkt. Meestal wanneer de First Lady dat niet in persoon kan, dan vraagt ze ondergetekende om namens haar de waardebonnen uit te delen. En vandaag is dat weer het geval. Dat voelt heel goed aan, eerlijk gezegd. De zegens ook die de First Lady kreeg van de mensen, dat is bijzonder. En de mensen vragen ook nog, we willen de First Lady in persoon zien. Maar de First Lady komt nog, ze heeft nu even druk met andere werkzaamheden. Maar ze zal de mensen ook nog persoonlijk spreken. Zo'n waardebon van Combimarkt, ter waarde van 500 SRD. Okay. U mag vandaag al langs gaan om je inkopen te doen. En zo. Neemt u alstublieft de COVID-maatregelen 8. Altijd. Alstublieft. Dank u wel. Heeft u een boodschap van de First Lady? Ja, First Lady, ik wil u heel hartelijk bedanken voor deze cadeaubon. Het is erg welkom in deze tijd. Gaat u zo door met het goede werk. Ik ben geïnstalleerd door de president. Dus om de kansarmen te helpen. Ik ben eigenlijk van Paramaribo Centrum, maar het is laten we zeggen, de Eduard Burmanstraat, Bloemendaal, Pieter Siegelstraat, Van der Veldstraat, Quata, en ja, Trambrandeskracht daar. Laten we zeggen, Paramaribo Centrum. Dus, die mensen hebben het hard, dus het is wel nodig voor ze. Dus die ondersteuning, ja, ze gaan er flink gebruik kunnen maken daarvan.